Vanaf de Berenshoeve, waar je ontspannen kunt overnachten, heerlijk kunt eten, lekker kunt drinken en natuurlijk wijn kunt kopen, geeft Wietse van Jos Beres Wijnkoperij je elke week een smakelijke wijntip. Het lijkt hier wel één grote snoepwinkel. Ken je dat? Dat je in zo'n snoepwinkel staat en eigenlijk alles wel even wil proeven. Maar ja, je moet keuzes maken. Dus ik ga recht op mijn doel af. En dan kom ik bij Castello de Medina Verdejo. Komt uit Spanje. En de druivensoort is Verdejo. Sinds 1996 zijn ze hier in de Rueda op Castello de Medina bezig om frisse, toegankelijke, allemansvriends wijnen te maken. Verdejo heeft een beetje van het frisse van de Sauvignon Blanc en een beetje van het volle, wat vettige, wat romige van de Chardonnay. Nou, dan moet je een beetje kiezen en twijfel je. Ga dan precies tussenin zitten en ga voor de Verdejo. Bij Medina denken ze gewoon van, hey, de consument, de gast, jij bij de après-ski bar wil gewoon een lekkere, droge, witte, toegankelijke wijn die lekker doordrinkt. Nou, dan gaan we eens even kijken of het zo is. Mmm. Alsof de Spaanse zon zo binnenkomt. Heerlijk als après-ski wijn. Straks lekker bij het eten. Of straks even met je vrienden nog naborrelen. Onthoud, hè? Verdejo.